Vraag 40. En dan doe ik alleen vraag C. Bereken het bruto uurloon dat Nisrin krijgt. Um, hij werkt 37 uur en een half uur per week. Dus als jij weet hoeveel hij per week werkt, dan weet je ook wat hij per uur, of dan kun je berekenen wat hij per uur krijgt. Maar je weet alleen wat hij per maand krijgt. Dat is namelijk um, 1385 euro. Maar op het moment dat je weet wat iemand per jaar krijgt, uh, per maand krijgt, kun je hem omrekenen naar een jaar en daarna omrekenen naar een week. Dat doe je door eerst te vermenigvuldigen met 12 en dan te delen door 52. Als we dat doen voor de 13,85, dan krijgen we daar 319,62 euro uit. Op het moment dat je weet dat iemand 319,62 euro krijgt in 37,5 uur, kun je heel simpel berekenen wat hij per uur krijgt. Dan deel je namelijk door 37,5, 8,5 euro. Dus Nisring krijgt 8,52 euro per uur.